Die Fahrzeuge stehen noch einmal, denn oben im Fahrerlager steht nur ein roter Wagen. Da kommt er, okay, alles klar. Das heißt 42 Fahrzeuge im Rennen. Ja, dank u. De laatste aanwijzingen, de stad kan je naar binnen. En we zijn onderweg met 42 deelnemers in de standaardklasse. Ja, 41, 42. Hoi, 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 hoi. En daar gaat het valiekamp fout. Twee vliegen volgas, drie vliegen volgas, waaronder Perry de Bruin. Vliegen daar volgas het middenterrein op. Eén van de wagen heeft helemaal dwars. En er staan nog drie bij de vangrails. En daarvoor, we zien daar startnummer 325 staan. Daarmee ging het even fout. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Maar de strijd gaat door. Wat gaan we doen? Wordt er rood gejaagd? Wordt er rood? Rood! Rood, rood, rood. Rood gegeven. We zien daar ook François Baptiste bij staan. Onder startnummer 17, 94. Helemaal, ja. Met zoveel deelnemers kan het haast niet goed gaan. Dat hebben we dus ook gezien. Dat is heel erg jammer. Maar dat gebeurt dus allemaal vaak in die standaardklassen. Het is Jarno van Haar uit Beugen. Nou, die wagen die moet weggesleept worden. Want die kan absoluut niet hier meer dus de wedstrijd mee rijden. Dat zal hij misschien in de tweede manche wel kunnen. In ieder geval nu absoluut niet. De wagen die moet dus snel een kraanwagen bijkomen om de wagen dus even weg te slepen. Horst. Ja, Klaus, ik wilde maar zeggen, daar vorne zien we een gelben wagen. Der staat nummer 79. Ob das glaubst oder nicht, dat is der meist geklaute wagen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Trabi. Das ist ein Trabi. Ja, dank u. We gaan het voor de tweede keer proberen. En de vlag wordt gezwaaid en we zijn onderweg. En we zullen hopen dat de heren nu eventjes kalm aan gaan doen. In die eerste ronde, als ze nog zo dicht bij elkaar zitten. Komen ze met 45 onder vriend Heijn uit Venlo. Bert Heijn uit Venlo pakt gelijk de kop en dat is absoluut een snelle man. En dat zou wel eens kunnen zijn. Terwijl we ook daar, ja, Toon Jansen, 119, de Belgische kampioen, naar voren zien komen. Die neemt daar gelijk de tweede plaats over. Maar ook Wim Schut. Startnummer 30, Wim Schut uit Dordrecht, probeert daar gelijk buiten om te komen. Bij Toon Jansen uit Venlo. Komen de heren maar aan de leiding, gaat er nog steeds Bert Heijnen, 45. En daar probeert inderdaad startnummer 30, Wim Schut uit Dordrecht, gelijk binnen door te komen bij Toon Jansen. Vechten daar voor de tweede en de derde plaats. Gaan de heren, maar het is Bert Heijnen die aan de leiding gaat met een supersnelle auto. Gaat het goed? Nee, het gaat niet helemaal goed. Een van de deelnemers heeft zijn wagen geparkeerd tegen de vangrails. Nou, verder gelukkig niets gebeurd. De wedstrijd kan doorgaan. Bert Heijnen aan de leiding en het gevecht om de tweede en de derde plaats. Het is Toon Jansen en startnummer 30. En dat is Wim Schut uit Dordrecht. Horst. Ja, ich denke, Wim Schut aus Dordrecht wird das Rennen wohl machen, meine Damen und Herren. Er liegt momentan schon auf dem zweiten Platz, ist an der 119 vorbei. Aber der gelbe Wagen dahinter, die 3x die 9, den sollten wir auch nicht aus dem Auge lassen. Und jetzt greift er den Spitzenreiter an, die Startnummer 45. Aber außen versucht sich da einer vorbeizuschmuggeln.
Warten wir ab, wenn die Spitze hier vorbeikommt. Das ist ein interessantes Rennen, die Standardklasse sowieso. 45, 30, 99, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber dann kommt auch der gelbe Wagen. Ja, ja, da ist die 45 zurückgefallen. Jetzt direkt um vier Plätze. Nämlich auf den fünften Platz. An der Spitze die Startnummer 30. Aber jetzt muss er ja die langsamen Fahrzeuge überholen. Das wird außen die 99, denke ich mal, vorbeigehen. Aber da kommt er nicht vorbei, denn da sind Spitzchen Schleicherfahrzeuge auf der Bahn. Aber hier kommen sie, die Spitzenfahrzeuge. Da ist die 30, die 99, die 399 und die 119 und Klaus. Ja, Horst, wat een enorme strijd. En nu krijgen ze natuurlijk problemen met die achterblijvers. En dat betekent dat ze even het treintje moeten rijden. En eventjes voor de achterblijvers die ruimte moeten maken. En daar maakt 119, daar maakt Toon Jansen dankbaar gebruik van. Alhoewel hij nou even in de problemen komt. En de nieuwe wagen van Schenk Smit uit Nijmegen. Onder startnummer 99 op dit moment op de tweede plaats. Maar het is Wim Schut uit Dordrecht op de derde plaats. Op de eerste plaats Wim Schut uit Dordrecht. Opa zoals hij op zijn auto heeft staan. Die gaat aan de leiding, tweede plaats is. En daar vlak en vlak achter is het Schenk Smit uit Nijmegen. En daarachter is het Perry de Bruin uit Dordrecht onder startnummer 399. Nou, Tony gaat zich eventjes weer opnieuw opladen. 119, Toon Jansen. Met daarachter is het inmiddels Bert Heijnen. Dat is de kopgroep van vijf man. Het gaat grandioos gaan de komende heren weer. Hebben natuurlijk een beetje problemen met de achterblijvers. Maar die rijden uiteraard ook hun eigen wedstrijd. Het is Wim Schut uit Dordrecht onder startnummer 30 die aan de leiding gaat. Het is Perry de Bruin, 399. En die heeft de tweede plaats vast in handen. En wat is er met Schenk? Schenk heeft problemen. De snelheid is eruit. Schenk zal hoogwaarschijnlijk teruggaan naar het rennerskwartier. Voor Schenk is het afgelopen onder startnummer 99. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Wim Schut uit Dordrecht. En dat geldt ook niet voor zijn plaatsgenoot Perry de Bruin uit Dordrecht. Daarachter is het 119. En dat is Toon Jansen. Daarachter is het Bert Heijnen. En daarachter is het dan 99. Maar ik heb het idee dat inderdaad heel erg jammer met zijn nieuwe auto. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat het inderdaad Schenk Smit uit Nijmegen niet zal gelukken om nog dichter in de buurt te komen. Horst. Ja, und ich bewundere auch, die Startnummer 60 kam jetzt aus dem Mittelfeld raus mit der 171. Sie schließen auf an die Spitzenfahrzeuge, aber da fehlen noch ein paar Meter. Aber hier vorne wird gekämpft. Jetzt ist eine Dreiergruppe, das Trio. Ein Trio, meine Damen und Herren. Und die 399 übernimmt die Führung. 399, der gelbe Wagen, das hatte ich vorher gesagt, auf den sollten wir aufpassen. Und er hat die Führung übernommen, die 399. Ja, ja, da geht's mächtig zur Sache, die 30, die 119. Und wieder sind die langsamen Fahrzeuge im Wege und da kommen sie nicht vorbei und dadurch kommen die drei wieder ganz eng zusammen. Ja, ja, hier kommen sie. Schauen Sie mal an, immer noch. 3,99, 30 und die 119. Dann kommt die 45, die 171, die 60, 69. Dann kommen erst die restlichen der Welt, meine Damen und Herren. Aber an der Spitze interessant. 3,99, der Knautschi-Wagen, der schon wirklich so zerknautscht ist, ist vorne. 30 auf Platz 2. 119 auf Platz 3, 45 auf Platz 4, 171 auf Platz 5, 60 auf Platz 6. So kommen sie hier bei Start und Ziel vorbei, Klaus. Ja, ein leuker Streit zwischen den beiden Mannen uit Dordrecht. Want het is Perry de Bruin die hier aan de leiding gaat, nipt aan de leiding gaat. En het is Wim Schut die op dit moment genoegen moet nemen met de tweede plaats. En ik heb het u gezegd, dan we zien Toon Jansen, die heeft zich inmiddels even weer opgeladen. En die onder startnummer 119 op de derde plaats. Die mannen lopen een beetje weg. We zien Bert Heijnen nog op de vierde plaats. De komende mannen meer naast elkaar dan achter elkaar. En dan ja, elkaar raken, dat kan natuurlijk gebeuren. We zien dat daar 119 Toon Jansen de binnenzijde heeft. En dat Wim aan die buitenzijde natuurlijk in het nadeel is. Maar Wim kennende zal hij het niet opgeven om te proberen. Terwijl Perry de Bruin nu aan het uitlopen is. Onder startnummer 399 met als ze er hier doorkomen nog drie ronden te gaan is. Zien we de beide broers Heijnen, Bert en René Heijnen uit Venlo onder startnummer 45 en startnummer 60. Een hele goede vierde en de vijfde plaats hebben. Daar komen de mannen. We zitten in de, met nog drie ronden te gaan. Ja, links en rechts passeren. En daar zien we dat inderdaad Wim Schut kans ziet om toch 119 Toon Jansen uit Venlo voor te blijven. Ja, Perry de Bruin gaat grandioos aan de leiding. Perry die ook toch, ja, nog twee ronden te gaan, dankjewel. Nog twee ronden te gaan krijgen we even door van beneden. Maar we hebben het natuurlijk ook zien staan op het scorebord waar het allemaal op staat, dames en heren. Komen ze dan links en rechts, moeten hier de achterblijvers gepasseerd worden en we gaan naar Horst. Ja, en daar lopen die laatste twee ronden. Aan de spitze 399, dan die 30, dan die 119, dan hebben we die 45. Dan komt die startnummer 60, dahinter der schwarze Wagen 171. Zo is die Reihenfolge. Platz 3, 4 und 5 ist klar, an der Spitze ist auch klar, aber wer wird Zweiter und Dritter? Das ist hier die Frage, meine Damen und Herren.
zwischen der 30 und der Startnummer 119. Hier geht in die letzte Runde der Spitzenreiter. Da haben wir den zweiten, die Startnummer 30. Auf Platz 3 haben wir die Startnummer 119. Dahinter die 45. Und auf dem fünften Platz die Startnummer 60, der jetzt innen drin vorbeigeht. Aber da hat er einen Fehler gemacht. Das nützt die 171 aus. 171 jetzt momentan auf Platz 5. Da müssen wir aufpassen. Hier kommt der Spitzenreiter. Das ist eine ganz klare Sache. Dann kommt die Startnummer 30. Da ist auch klar. 119. Und jetzt warten wir auf den 171 auf Platz 5. 171 hat die 60 doch noch abgekappt. Ja, hoor, danke. We zien de deelnemers allemaal freewheelend binnenkomen. Voor hun is het plaatsen natuurlijk niet zo belangrijk meer. We hebben gezien bij de standaardklasse die inmiddels binnen is. En die dus door Karel van Bakel natuurlijk gefeliciteerd gaat worden, de winnaar. Samen met Kitty, de voorzitter van de NACO in de bloemen. In de standaardklasse Perry de Bruin uit Dordrecht, winnaar.